Do not try this at home. Ik ga dit onder begeleiding van een expert doen, dus nogmaals, don't try this at home. Hallo, wat tof dat je kijkt. Je hebt waarschijnlijk op deze video geklikt denkende, what the fuck gaat Marije nou weer doen? Ze gaat echt te ver met die experimenten. Gezondheid, kat. Maar het valt allemaal wel mee. Ja, ik ga de aankomende 2 weken op LSD leven, maar op een microdosis. LSD heb je waarschijnlijk wel van gehoord. Het valt onder de harddrugs en als je er een flinke portie van neemt, dan kun je zelfs gaan hallucineren. Klinkt heel heftig, maar LSD wordt tegenwoordig ook in microdosissen gebruikt. Mensen die dit doen nemen dus een super kleine hoeveelheid van wat een normale portie zou zijn. Puur om hun creativiteit en productiviteit te verhogen. Ze gebruiken het dus gewoon in hun normale leven. Toevallig ken ik Yvette de Wit, zij is een collega geweest van Max. En zij heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar LSD en microdoseringen. En zij gaat mij dus ook begeleiden in dit hele proces. Hallo allemaal, dit is Yvette en zij gaat mij begeleiden met het microdosis LSD nemen de aankomende 2 weken. Vertel Yvette, waarom weet jij hier zoveel vanaf? Ik heb een studie gedaan op de Willem Koning Academie. En ik heb op mijn afstudeeronderzoek, dat ging eigenlijk over het microdoseren van LSD. En ik wil dat op een manier gebruiken om eigenlijk tot mijn volle potentie te komen. Ja. En als een mogelijk beter substituut voor middelen zoals Ritalin of Concerta. Maar ook gewoon voor iedereen vrij te gebruiken die zich gewoon beter wil voelen en beter wil presteren. Waarom dan specifiek LSD? Nou, LSD is dus eigenlijk een middel waar heel veel testen en onderzoeken naar gedaan zijn. Vooral in de jaren 60 tot eigenlijk de war on drugs. Toen het door Nixon het verdomhoedje is gestopt. En nu is er regelgeving omtrent LSD gebruik. Die ik eigenlijk heel erg hard vind voor wat het middel eigenlijk is. Wat ik na onderzoeken heb gevonden. Dat dus eigenlijk een veel beter middel kan zijn voor middelen zoals Concerta of Ritalin. Die eigenlijk een hele geestdodende werking hebben. En dat zijn vooral middelen die voor ADD en ADHD worden gebruikt, toch? Ja, inderdaad, ja. Ja, maar het is ook heel veel mensen, bijvoorbeeld in Amerika, is er een hele beweging eigenlijk die microdoseert van LSD. Heel veel mensen in Silicon Valley doen dat om gewoon beter te presteren op hun werk en zich eigenlijk beter te voelen. Okay. En nu ga jij dat proberen. Nu ga ik dat proberen, inderdaad. Je maximale potentieel unlocken. En ik ook, toch? Ja, en Max ook. Ik ben vooral heel bang dat ik mijn maximale potentieel unlock en dat dit het wel is. Zelfs drugs kunnen mij niet helpen. Wat doe je nou eigenlijk met microdoseringen? Hoe gaan we te werk? Nou, microdosering, een normale dosis is ongeveer 120 microgram. En dan kan je dat normaal noemen. Dat is waar mensen dus echt van gaan trippen. Ik wou zeggen, dat is als je gewoon drugs aan het doen bent. Eigenlijk lekker gaat warnen. Vlammen. Dus ja. Voor ons zou dat gewoon een overdosis zijn. En een microdosis is eigenlijk een dosis die je dus in je leven toe kan passen. Mm. Ik heb een soort van schema gemaakt na mijn onderzoek. Van 20 microgram en dan 2 keer per week. En na een periode van ongeveer 2 weken dan voel je wel het verschil. En hoe lang blijft dat dan werken in je lichaam? Want dat heb je gebaseerd op de werkzaamheid van die stof, denk ik. Klopt, ja. Dat blijft dus langer in je lichaam, in je hersenen vooral werkzaam. Dus als je het dat klinkt veilig. Als je het in een hele lage dosis doet, dan werkt het echt nog wel een paar dagen door. Want jouw punt is, als ik het even goed kan samenvatten, ik denk dat het belangrijk is. Ja, drugs zijn slecht. Ja, LSD moet je echt wel voorzichtig mee doen. Zeker. Maar er zijn heel veel stoffen waar je voorzichtig mee doet. En het feit dat LSD in het rijtje harddrugs met cocaïne en heroïne en al dat soort dingen terecht is gekomen, is onterecht. Dat is puur omdat destijds Richard Nixon bedacht had, de mensen die dit doen, die zitten mij politiek in de weg. Precies. Dus laat ik iets vinden om ze mee te kunnen afsnijden. Toch? Ja, exact. Is het nou ook gevaarlijk? Dat is dus het gekke, want na mijn onderzoek vond ik eigenlijk onderzoeken die dat ook uitwezen van dat LSD een van de meest ongevaarlijke stoffen is. Dus eigenlijk als harddrug staat op nummer 1 alcohol. En ik denk dat iedereen dat wel soms wel dagelijks een glaasje wijn drinkt of zo. LSD staat in dat rijtje helemaal achteraan. En bijvoorbeeld op nummer 3 staat amfetamine, wat weer in die medicijnen zit, zoals Ritalin en Concerta. Dus in de keuzes wat dan vanuit de overheid wordt gezegd, dit is slecht, dit is niet. Ze spelen eigenlijk hele andere dingen dan tests die objectief bewijzen wat er slecht is. Is het nou eigenlijk ook verslavend? Nee, LSD is dus niet verslavend. Het werkt op je hersenen op een bepaalde manier
op het deel wat zeg maar, die verslavingen teweeg brengt, ja. Daar werkt het juist positief op. Dus het kan verslavingen zoals nicotineverslavingen en alcoholverslavingen, kan dat eigenlijk verminderen. En LSD zelf is dus ook geen verslavende stof. Want jij zei ook dat je eigenlijk steeds meer nodig hebt om hetzelfde effect te krijgen. Ja, maar is het dan niet juist dat mensen dat dan wel juist gaan doen? Dat voelt, dat klinkt als verslavend. Dan zou je misschien emotioneel ervan afhankelijk kunnen worden, maar fysiek kan je nooit verslaafd raken aan LSD. Je lichaam breekt het namelijk gewoon zelf af, dus je kan ook nooit overdosen. Je kan niet doodgaan van LSD, hoeveel je ook neemt. Je lichaam kan er wel van kotsen als je echt heel veel neemt, maar er zijn geen doden gerapporteerd van een overdosis van LSD. Maar wel natuurlijk in combinatie met andere stoffen of psychoses. En daar komen al die, ja, die spookverhalen van mensen die van gebouwen afspringen met LSD op. Ik ga het nu natuurlijk de aankomende 2 weken doen, maar ik ben ook wel benieuwd of jij het eigenlijk nu gebruikt. Want het klinkt natuurlijk wel als iets handigs. Ja, het is ook heel handig. En ik heb er ook heel veel profijt van gehad eigenlijk tijdens die weken dat ik het gebruikt heb. Maar ik heb er wel echt voor gekozen om het niet nu nog steeds te doen. Omdat je toch, ja, je hebt het proces van, ja, het zijn illegale dingen. Je moet met een dealer in contact komen. Dat zijn dingen waar ik me gewoon niet graag mee bezig hou. En daarbij vind ik gewoon dat, ik heb dit allemaal teweeg gebracht. Omdat ik eigenlijk wil dat mensen even hier anders naar kijken. En dat hier ook meer wetenschappelijk onderzoek naar gedaan kan worden. Zodat de regelgeving eventueel veranderd kan worden. Zodat we er tenminste gewoon wetenschappelijk onderzoek naar kunnen doen. En al die regels kunnen baseren op feiten. Oké, jij hebt hier het product. Dit is dus 1 dosis die je straks 2 keer per week moet nemen. Oké, en hoe weet ik nu of dit veilig is? Nou, dat heb ik uitvoerig thuis getest. Dat kan je doen bij het Trimbos Instituut, maar je hebt ook veel testen die je kan bestellen online. Dus dat heb ik gedaan voordat ik dit neem. Voordat je het aan ons durft te voeren. Jullie, uiteraard. Precies. Ik heb het getest. Nou, interessant. Nou, ik zou zeggen bottoms up. Ja. Maar ja, je verwacht niet dat je echt dingen voelt. Het is heel subtiel. Het lijkt allemaal alsof we hele spectaculaire dingen gaan doen. Ja. En stiekem valt het volgens mij allemaal mee. Ja. Wij vinden het heel spannend. Ja. Het is als gewoon een soort van, hoe die Paul Austin het ook noemde, een soort van psychedelische kop koffie. Psychedelische kop koffie. Psychedelische kop koffie. Een gedichtenbundel door Yvette de Wit. Nou, dankjewel. Als ik vragen heb of in paniek ben, dan mag ik jou altijd bellen. Ja, je mag me altijd bellen. Ik neem altijd op en ik begeleid je gewoon in deze 2 weken. Ik zal er wel kader tot vragen hierover en paniek hierover. Want dan blijf je bellen hoor. Dat is spannend! Goedemorgen. Welkom bij Drugs met Max. Nou jongens, daar gaan we. Cheers! Ja, het smaakt dus maar niks. En dat is wel een heel klein slokje water. Oké, laten we zeggen dat ik het voel. Ik zit hier echt met 1 grote glimlach te werken. En ik heb echt al 5 keer gewoon gejankt van het lachen. Nou ben ik ook wel een hele leuke video aan het editen hoor, maar ik zit echt alleen maar te lachen. Ik voel me een soort van dronken, een beetje. Maar dan wel met een onwijs goede focus. Het is niet verkeerd. Het is inmiddels 6 uur. Ik ben nog op kantoor. Ik ben echt zo productief geweest. Maar echt niet normaal. Ik heb echt, wow, overbelicht. Dit is een beetje ook mijn voel trouwens. Ik heb zoveel gedaan. Ik heb heel hard gewerkt, gefocust. Gewoon echt, wauw. Het gevoel van een beetje dronken zijn is nog niet echt afgenomen. Maar het is niet vervelend. Nee. Ken je dat gevoel van als je net echt een superleuke meeting of zo hebt gehad? Of een heel leuk gesprek met een vriend of vriendin. En dat je dan echt zo super blij, gemotiveerd gevoel hebt? Nou, dat heb ik dus een beetje. Maar even kijken hoe het bij Max gaat. Nou, ik luister er niet. Hoe gaat het? Ik luister namelijk nergens naar vandaag. Oh nee? Ik kan nergens langer dan 3 seconden mijn hoofd bijhouden. Een beetje precies het tegenovergestelde van alles wat er Ja, maar jij bent.
Jij bent gewoon ziek aan het worden. Dat kan, dat het helpt. Ik voel me niet top. Maar ik voel er heel veel van. Ik voel me de hele dag als high as fuck en mijn vingers tintelen en dat soort dingen allemaal. En ik merk duidelijk dat er ergens iets in mijn systeem zit. Ik kan geen 3 seconden mijn gedachten ergens op focussen. En ja, ik ben heel afgeleid, merk ik. Ik voel me heel gejaagd. Ik ben echt heel gejaagd. Wat raar dat wij dit zo anders ervaren dan. Misschien is het ook omdat ik ziek aan het worden ben. Omdat ik heb ook wel echt de meest drukke week ever. Ik lag al helemaal af. Ja. Misschien was het niet het beste moment om dit te doen. Dat nee. Nou, to be continued. Ik heb eigenlijk de hele avond doorgewerkt. En ik heb nog steeds wel zin om door te werken. Maar Max ligt al in bed. En ja, ik moet ook een keer gaan slapen. Dus ik ga het proberen. Hallo jongens, het is einde van dag 2. Het is inmiddels bijna 10 uur. Ik ben weer aan het werk. Of eigenlijk nog steeds dus. Want ja, ik ga wel op zich goed. Normaal gesproken ben ik aan het einde van de dag wel echt back af. Maar nu, ja, ik heb wel echt meer energie moet ik zeggen. Hoe ga jij? Ik heb een prima dag gehad. Het was heel druk en ik heb heel veel dingen gedaan. En ik weet niet ik weet niet zo goed waar dat door komt. Het kan ook zijn dat ik gewoon een prima dag gehad heb. Of het kan zijn dat het geholpen heeft. Ik weet het echt niet. Ja, we merken niet heel erg verschil aan onszelf. Nee. Behalve dat we gewoon wel energiek zijn en ja. Kijk wat energiek zijn. Goedemorgen en welkom bij LSD doen in Zwitserland. Ja. Wij zijn op vakantie. Of nou ja, we zijn onderweg. Ja, we zijn op vakantie. Ja, dat bedrijf we bezig. Nou ja, officieel zijn we. En we kregen het gisteren nogal eventjes benauwd. Omdat we natuurlijk dat LSD in een flesje hebben in de achterbak. En we wisten niet helemaal hoe het zat met de Zwitserse grens. Dus dachten wellicht, gaan ze nog in de auto kijken of zo? Weet ik veel, je haalt dingen in je hoofd. Dus we kniepen hem nogal. Maar alles is goed en het is zaterdag en ik ga nog weer een shotje nemen. Max niet, want die moet nog wat uurtjes rijden. En het is toch wel beter om en verstandig en zo om dat even een dagje uit te stellen. Verstandige mensen als wij zijn, doen we dat niet. Je hebt net uitgebreid verteld over ons internationaal drugstransport. Verstandige mensen als wij zijn. Zo verstandig. Yo Pablo, sa. Goed, het is inmiddels 10 uur, zit in een auto. Ik dacht laat ik eens de ultieme test gaan doen, want ik moet nog een column schrijven voor Women's Health. En ik heb op zich wel een insteek, maar ja, er is nog wel wat creativiteit dat van de pas kan komen. Nou, ik merk dat de zinnen uit je vloeien, zo. Dus dat zal wat worden. Nee, ik kan hem wel creativiteit. Ik kan er wel wat creativiteit gebruiken, dus ik ga nu daar aan werken. Kijken hoe dat gaat. We zijn 3 uur verder en 300 woorden later. Zo, het is zondag en Max heeft een shotje genomen. Een paar uur terug. Ik heb vanmorgen heel hard gelopen, de berg op en neer en zo. En dat ging helemaal kapot. Yvette zei al dat je minder honger krijgt hiervan. En dat je merkt dat je trekte van verminderd worden. Ik merk dat ik nu moet eten, omdat ik echt calorieën nodig hebben, mijn lichaam het gewoon echt omschreeuwt, maar per se heel veel honger heb ik niet en dat vind ik wel raar. Maar het viel me wel op, zeker nu ik met al dit eten voor me zit, denk ik, oh ja, ik kan wel wat eten. Maar normaal gesproken was het al op geweest, had je de tijd niet gehad om de camera te pakken. Dus ik denk dat dat wel een verschil is en ik voel me nog steeds wel een beetje twitchy of zo, een beetje licht omhoog, een beetje shaky, ja dat voel ik heel erg. Maar ik weet niet of dat is omdat ik heel hard gesport heb om te eten of dat het LSD is. Die de vragen van het leven. Die vragen heb ik je vaak aan mezelf gesteld. Nieuwe dag, we zijn in Florence en ik moet weer een shotje, dus cheers. We hebben vandaag een super drukke dag op de planning. Namelijk shoppen en eten. Normaal kost dat natuurlijk wel veel energie, dus ik ben benieuwd of ik dat nu beter ga doen. Het is wel belangrijk dat je daar je focus bij houdt. Ja, precies. Ik heb één doel vandaag. Misschien, als het lukt, hè, dat zal dan toch aan de LSD te wijden zijn. Lukt het om een ander t-shirt aan te trekken? Misschien. Dit is ook echt heel erg, ja. Iedereen denkt dat we dit in één middag hebben opgenomen. Ja. Maar nee hoor, ik loop gewoon al 5 dagen in dit shirt. Ik wou net zeggen, het is echt waar. Ligt het aan mij of is dit pak echt ontzettend leuk nu? Of is het de LSD? Het ziet eruit alsof iemand tapijt uit een oud hotel heeft gesloopt en daar een pak van gemaakt. No. Mijn broek is te klein. Ik ben rijden in mijn broek is te klein. Nou, zo ziet het dus uit als je het stiefkind van Gerard Joling zou zijn. We hebben net gegeten en dat zie je hier. Maar het geluid wat ik daarbij heb opgenomen is volgens mij niet zo goed omdat het nogal druk was. Dus ik doe het nog eventjes opnieuw. We hebben net gegeten alleen maar omdat we dachten, hey, het is 3 uur, misschien moeten we wat eten. Maar eigenlijk
had ik helemaal geen trek of zo. Dat is raar, want ik heb altijd trek. Dat weten jullie. Maar toen ik ging zitten, merkte ik pas hoeveel honger ik had. Ik zat echt helemaal te shaken, mijn lichaam gewoon. En wat ik vooral het raarste vind, is dat het effect zo heftig is de eerste dag en daarna zo afneemt. Ik had veel meer verwacht dat het geleidelijker zou zijn. Doet me trouwens ook beseffen dat ik echt gewoon niet, nooit niet een volle dosis ga nemen. Want dat gaat echt niet goed dan. Jongens, het is voor de zoveelste keer iets van 3 uur 's nachts. En we liggen allebei alweer echt voor mijn gevoel 500 jaar wakker. Maar dat kan niet, want zo lang gingen we niet slapen. Ik wil gewoon slapen, maar mijn lichaam denkt zoiets van, kom op, we gaan naar de speeltuin. Ja. Bonjour. Bonjour. I'll have myself a croissant. Ja, ik kap ermee. We zijn nu op vakantie en ik heb vannacht weer de hele nacht niet geslapen. Middernacht wakker en dan ben ik ook echt klaar wakker. Dan heb ik geen idee waarom ik überhaupt in bed zou blijven liggen. En ik ben nu dus rot af weer helemaal. En eigenlijk alles wat ik ervan verwacht had, is precies tegenovergesteld geweest. Ik kan me niet concentreren, ik heb energie wel meer, maar op de verkeerde momenten en het ontregelt alles. En daar heb ik nu gewoon even geen trek in. Dus ik stop ermee. Ja, ik snap dit. 2 weken een kans gegeven, ik denk dat het een eerlijke kans is, maar ik ben ook heel benieuwd of ik nou iets verkeerd doe of niet, dat weet ik allemaal niet, maar dit ga ik in ieder geval niet meer doen. Ik heb vanochtend mijn laatste shotje genomen en ik heb net even 2 milliliter minder genomen. Misschien dat iets beter is. Je hebt echt het idee dat wij alles verkeerd doen ofzo. Ja. Dat weet niet waar het aan ligt, maar we ervaren precies het tegenovergestelde van wat je erover leest en wat je erover hoort. Ja. Ja. Dus tabé. Wij gaan vakantie vieren. Ja, zeker. Ja. Nou, toen ik inderdaad een kleinere dosis innam, voelde ik het wat minder heftig allemaal. En voelde ik me vooral wel energieker. Ik heb met Yvette overlegd en die zei ook dat het misschien gewoon hele goede kwaliteit LSD was. En daarom de dosis net ietsie-pietsie hoger lag voor ons dan het normaal gesproken zou moeten met microdoseringen. Het was gewoon mooi spul, was het? Skitterend spul. Prima spulletje. Dus daarom heb ik besloten om er nog minstens 2 weken mee door te gaan. En dus een lagere dosis te gebruiken. Om te kijken of het op die manier wel gewoon echt werkt. Zoals ook bij Yvette en heel haar proefpersonen team. Ik wil het gewoon goed doen. En daarom komt er dus nog een video deel 2. Het was natuurlijk niet allemaal rampzalig. Even een kort overzichtje over hoe wij het tot zover ervaren. De positieve punten waren toch echt wel meer energie, dat merk je wel. Ook op onhandige momenten, maar het was er wel. Je kan langer doorwerken. Je hebt meer zin in sport. Dat is ook gewoon een feit. Je merkt dat je actiever wil zijn en dat je je lijf wil bewegen. Minder vaak trek. Dat is vooral, ik merk dat heel erg, want ik wil alles opeten. En dat, ik merkte echt dat het minder was. Maar de negatieve punten telden vooral bij mij wel heel zwaar. Slecht slapen, constant slecht slapen op voorkomen willekeurige momenten. En dan niet dat je ligt te piekeren, maar gewoon dat je lijf zegt van oké, klaar. Vooral Marije voelde niet goed aan wanneer haar lijf voeding nodig had. Het zette die trekimpuls zoveel uit dat je er echt op een gegeven moment, tegen het moment dat je bijna van je stokje ging, pas een signaal kreeg. En dat was echt te laat. En dat zorgde wel voor een paar heftige hangry momenten. Yes. Dus er komt een deel 2. En ik wil nogmaals benadrukken, dit is geen go LSD video. Maar een experiment omdat wij het heel interessant vinden en jullie erover wilden vertellen. En het is dus ook geen anti-LSD video. Het is een dit gebeurt er als video. Dit klopt. Dus to be continued, bedankt voor het kijken. Laat een reactie achter, dat vinden we allebei altijd heel leuk en Max. En tot volgende week. Doei!